Hallo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Ik ga nu voetbalvoorspellingen verrichten die nu, die aankomende weekend worden gespeeld in de Eredivisie. Alleen de Eredivisiewedstrijden ga ik dan even voorspellen. We hebben als eerste wedstrijd op vrijdag een hele leuke wedstrijd. ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. Nou ja, ik denk dat het waarschijnlijk een gelijk spelletje gaat worden. Ik denk 1-1 Adenaar, Fortuna Sittard. En ja, er bestaat ook gewoon een kans dat de VAR gaat optreden. Maar ik denk niet, want het zijn niet zo hele sterke ploegen. Maar ik heb bijvoorbeeld tegen PSV gezien dat Fortuna Sittard toch best wel een aardig ploegje is. En zeker, ik denk dat die wel sowieso in de Eredivisie blijft. Fortuna Sittard. Want zij verdienen dat gewoon. Want zij zijn Fortuna Sittard. En zij gaan sowieso in de Eredivisie blijven, denk ik. Maar ja, ik ga gewoon alleen even de wedstrijden nu verder voorspellen. En we hebben nu verder ook nog de Graafschap tegen Groningen. Dat is een moeilijk voorspellen wedstrijd, want de Graafschap heeft weliswaar meer punten dan Groningen, maar Groningen heeft er toch een iets betere kwaliteit aan selectie. Maar de Graafschap speelt ook weer thuis, dus ja, het is een moeilijk voorspellen wedstrijd, maar ik denk ook een gelijkspel. Maar ja, het zou ook goed kunnen zijn dat Groningen wint of Graafschap wint, maar ik denk ook een 1-1 gelijkspel. Niels Fortuna zit en Adenaar. En dan hebben we ook nog de wedstrijd Ajax tegen FC Emmen. Nou, FC Emmen heeft nog niet echt, heeft mij nog niet echt overtuigd, denk ik. Nou ja, vooral de keeper niet van FC Emmen. Die vind ik nu een beetje een beetje slecht. Maar ik denk dat Ajax met 3-0 gaat winnen van FC Emmen. Ik heb ook al gezien dat de coach waarschijnlijk andere spelers wil gaan inzetten tijdens die wedstrijd. En ik denk dat dat nogal interessant kan zijn voor de wedstrijd. Want de vorige keer dat ze deden als 1-1 speelde tegen Heracles. Maar ja, Er zijn nog zoveel wedstrijden in de competitie. Iedereen kan nog kampioen worden. Of onderaan eindigen. Of waar dan ook eindigen. We gaan op naar de volgende wedstrijd die ik ga voorspellen. Dat is niets minder dan NAC tegen Excelsior. Nou, dat is wel een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Want beide ploegen zijn voorlopig nog als degradatiekandidaat gezien. Ik heb ook gezien dat de keeper van NAC, die gehuurd was van Manchester City, weer terug gaat naar Manchester City. En dat ze weer een nieuw keeper moeten lijven. Dus dat gaat nog heel interessant worden. Maar dat zal waarschijnlijk gewoon, ik denk, laat ik ze op een win. Ik denk dat het eigenlijk gelijk spel gaat worden. Maar ik ga toch voor een overwinning van 1-0 van Excelsior. Ik denk niet dat het een hele leuke wedstrijd gaat worden om naar te kijken. Want NAC heeft niet het sterk. Ja, ik denk gewoon dat Excelsior gaat winnen met 1-0. Ik ga niet, de wedstrijd is altijd zoals het gespeeld wordt. En dingen kunnen altijd veranderen in de wedstrijd. Je zou zomaar rood krijgen, dan wordt het toch weer een hele lukraak. Andere uitslag dan je vooraf gedacht had. Maar ja, naar de volgende voorspelling. En dat is PEC Zwolle PSV. Nou ja, PEC Zwolle PSV is gewoon een hele leuke wedstrijd. PEC Zwolle heeft al 2 wedstrijden achter elkaar verloren.
is niet zo heel goed voor de ploeg. Dus we willen het goed maken. Wat, hoe kun je het bij het goed maken? Nog een goed resultaat boeken tegen de landskampioen van vorig seizoen, PSV. Fortuna zit al bijna een punt gepakt in de laatste minuten. Maar dat heeft PSV nu net voorkomen. Maar ik denk dat we PSV het winnen met 3-1 van PEC Zwolle. Want het is gewoon een stevig ploeg dat altijd, ja, dat nu wat aanvallender is gaan spelen. En nu wat meer druk gaat zetten. En daar meer kans heeft om te winnen, denk ik. Vorig jaar zou ik denken, maar nu, omdat ze wat meer power in de benen hebben, meer schietpower, dan komt er weer heel meer nieuws naar voren. En dan gaan we naar zondag, de wedstrijden. Willem II, Heracles, Amal. Ja, dat is een leuke wedstrijd. Ik denk dat Heracles met 2-1 wint. En het zal weer een hele leuke wedstrijd worden. Ik denk dat er ook wel een penalty gegeven worden. Maar ja, dat weet ik niet zeker. Maar we hebben ook nog een hele andere leuke wedstrijd. Heerenveen Feyenoord. Dat is op die dag wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Heerenveen Feyenoord. Het is een spannende wedstrijd. Het kan allebei de kant op gaan. Maar ik denk dat ik toch voor een... Ik denk dat Feyenoord wint met 2-0 van Heerenveen. En dan voor een wedstrijd. FC Utrecht tegen VV Venlo. Nou, ik denk dat FC Utrecht gewoon gaat winnen met 3-0 van VV Venlo. En dan hebben we de laatste wedstrijd nog. Ook een hele spannende wedstrijd. Ook een mooie wedstrijd om de Eredivisie speelronde mee af te sluiten. AZ tegen Vitesse in Alkmaar. Nou weet ik dat AZ best sterk kan zijn als thuis. Nou ja, dus iedere thuisclub wel, denk ik. Maar ik denk dat AZ met 3-2 gaat winnen van Vitesse. Want er gaan heel veel doelpunten vallen verwacht tussen AZ en Vitesse. En ik denk dus 3-2 voor AZ. En ik zeg, dit was de voorspelling van speelronde 3. En dan zeg ik, doei allemaal en tot de volgende video. En hopelijk gaan jullie nog veel leuke dingen doen. En ik hoop dat jullie zoveel mogelijk voetbal volgen. En ja, je moet gewoon doen waar je zin in hebt. En ik zeg, later, peace out en shout out. Pium!